gek op geintjes. Ik ben gek op gekkigheid. Ik zorg voor de konijntjes. Als ik naar beneden glijd. 1, 2, 3, 4 vriendjes hebben het voor elkaar. Hoi, Bing. Dat is een toekan. Het lijkt meer op een theekan. Grapjas. Wow, Bibbel! Wow! Zijn ze al weg? Zullen we even pauze houden? Pauze? Nu al? Uitrusten? Waarvan? Smullen? Hehe, eindelijk! Wat eten we? Ik heb een reuzenhonger. Hé! Hey. Psst! Wow! Niet bang zijn. Het is gewoon een sprekende... Wow! Nou. Jullie hoeven toch niet bang te zijn voor een boom? Oké. Ik kan een beetje praten. Maar daarom hoef je toch niet bang te zijn? Dacht je soms dat ik jullie achterna kwam lopen? Weet je wat? Kom gezellig in mijn schaduw picknicken. Dan vertel ik jullie mijn geheim. Ik moet een beetje zachter praten, want de andere bomen mogen het niet horen. Die denken dat ik brandhout ben. Boven in mijn kruin verborgen, vlak onder het bladerdak, daar hangt een kristallenappel. Aan de allerhoogste tak. Wie de appel durft te plukken, maakt zijn stoutste dromen waar. Laat hem alsjeblieft niet vallen, anders zijn de rapen gaar. Rapen? Dromen? Ja, ik ben een droomboom. Ja, daar kijken jullie van op, hè? Het is niet altijd zo geweest, hoor. Vroeger was ik gewoon een appelboom. Ieder jaar hingen mijn takken vol sappige appeltjes. Maar in een onweersbui werd ik door de bliksem getroffen. Mijn wortels doen nog pijn als ik eraan denk. In één klap waren al mijn blaadjes weg en alle appeltjes gestoofd. Behalve één. Die hing te schitteren tussen de verschroeide twijgen. En daar hangt hij nog steeds. Kijk maar. Oh, wat mooi. Wauw. Oh, cool, man. Sorry. Als je de kristallenappel schudt, veranderen al je fantasieën in werkelijkheid. Elke fantasie? Oh, spannend. Als een hagedis. Er is geen mens die me gelooft.
prinses van Roepsessa. Op een fiets. Ik eet een appeltaart met mijn vriendje. Maar als ik wakker word, dan eet ik niets wat ik in mijn fantasie zie. Ik kan zwemmen als een vis. Ik kan springen als een springhaan. Zitten als een aardvis. Ik kan zwemmen als een vis. Ik kan springen als een springhaan. Sissen als een hagedis. Er is geen mens die mij gelooft. Er draait een filmpje in mijn hoofd. Wat ik in mijn fantasie zie, is mijn eigen televisie. Wat ik in mijn fantasie zie, is mijn eigen televisie. Nodig voor mijn appelmoes. Van de keuken naar je bordje. Van je bordje naar je mond. Het is een wonder. Het is een wonder. Maar ik ben toch niet gerust. Want ik kan het toch niet helpen dat ik geen ontbijtje lust. Goeiemorgen, goeiemorgen. Wat een leuke dag vandaag. Ik heb zin in lekker wieberen, want dat doe ik toch zo graag. Met mijn handen keihard trommelen en mijn hoofd een beetje schommelen. Van de ene naar de andere, van de andere naar de een. Ik wil wieberen, ik wil wieberen, van mijn top tot aan mijn teen. Goeiemorgen.
was weer een drukke dag, zeg. Eerst vanmorgen, toen vanmiddag en nu vanavond nog. Rep doet haar ogen stijf dicht. Zo meteen gaat het beginnen, weet ze. Het zal me een avontuur worden. Rep gaat de lucht in. Zo staat het in de krant. En dat klopt. Vanavond, zo vlak voor het slapen gaan, gaat Rep een ruimtereis maken naar een verre planeet. Vanuit haar raam kan Rep precies zien waar ze heen moet vliegen. De motor van de raket staat al te pruttelen. Vroom! Daar schiet ze de sterrenhemel binnen. Het schiet lekker op. Hoe was het ook alweer? Oh ja, bij de maan linksaf. En dan de tweede ster rechts. Alsmaar rechtdoor tot aan het stoplicht en dan de borden volgen. Kijk, daar staat het al op de melkwegwijzer. De ster van Rep. Dat kan niet missen. Hopelijk is er een wc, want Rep moet heel nodig. Wat een aardige bewoners zijn er op de ster van Rep. Ze lijken op iemand, maar Rep weet niet op wie. Ze zien er ook zo raar uit en ze dansen ook zo koddig. Rep is afgestapt en de sterrenbewoners willen allemaal haar haar en haar petje aanraken. Wat gaat alles langzaam hier, zeg. Konden de anderen het maar zien? De anderen? Verschrikt kijkt Rep op haar zakwekker. Snel neemt zij afscheid van haar nieuwe vrienden, die haar nog een zak vol kikkers meegeven om onderweg lekker op te peuzelen. Rep vliegt zwaaiend weg en is nog net op tijd terug om wakker te worden. Hallo aarde, dit is Rep uit de ruimte. Ik zit boven op een ster. Als de anderen lekker slapen, stap ik stilletjes uit mijn bed. Heb ik zeg, en de mensen zijn het dwergen. Hey.